Karim Bali, we vertrekken zo met het vliegtuig naar Servië. Je bent een paar weken geblesseerd geweest. Hoe staat het ervoor met je blessure? Ik ben sinds de hommel, dus al 3 weken geleden gekwetst. Een beetje last aan mijn knie, mediale band een beetje vochtig, een beetje verrokken. Maar ik denk wel dat ik heb hard aan gewerkt om Servië te halen. Dokter, kiné, fysio, een beetje oefenen. En ik heb er wel vertrouwen in dat ik waarschijnlijk toch wel de meeste van de wedstrijden ga kunnen spelen in Servië. En hoe wordt dat beslist? Ga je daar samen met de trainer over praten of je kan spelen? Met de fysio trainen en mijn eigen natuurlijk voetbal, mijn eigen af hoe het is. Dat weet ik zelf af. Want je hebt net hebben we een training gedaan, maar je hebt niet volledig meegedaan. Is dat om jezelf te sparen of omdat je nog wel last hebt? Om te sparen en ook een beetje eigen oefening, om een verstevigingsoefening voor mijn knieën. Oké, en wat zijn je verwachtingen verder van het toernooi? Denk je dat ik denk dat we gunstig zijn geloot. Ik denk minder land, Noorwegen, dan komen we tegen de Kroaten tegen. Gelijk rond, denk ik gelijkwaardig. Servië gelijkwaardig, of denk dat zij een beetje beter staan, wat meer ervaring. En we moeten wel 2 wedstrijden zien te winnen. En dat is haalbaar volgens mij. En je gaat gewoon wel tegen de Nooren, wil je gaan starten? En, hangt af van de training. Ik denk niet dat ik ga starten, maar als ze mij nodig hebben, ben ik altijd beschikbaar. Okay. Cool.